Hey mensen van Biotown en welkom bij weer een nieuwe dinsdagtip op Biotown natuurlijk. Mijn naam is Jury en jij kijkt naar een dinsdagtip over een desktop drum. Bardo heeft mij deze gestuurd. Ik heb hem al eventjes opengemaakt om erin te kijken. Het is een desktop drum kit. Rock'n'roll. Er zitten bij, zoals hier opgeschreven staat, 3 drums. 1 drumstand. 1 cymbal. Ik heb geen idee wat dat is. En 2 drumsticks. Verder, dat ding is 42 cm bij 21 cm bij 46,5 cm. En 18, dat spielzeug is niet geëigend voor kinderen onder 3 jaar. De kleinteilen verschluckt of eingeatmet werken. Iets over dat mensen van 3 jaar het niet mogen gebruiken. Dus, is er nog verder iets boeiends? Nee. Ik zou zeggen, laten we hem openmaken. En kijken wat erin zit. Logisch. Misschien dat jullie het herkennen. Deze set is trouwens ook waar we de laatste, of nee, 1 laatste Disney tip hebben opgenomen. Met Bardo en Jordi. Oeh, jezus. Teringen. Bardo stuurt me ook niet even. Ik zit me gelijk in een heel bouwpakket. Kleden. Oké, we hebben dus deze. Klik nog voor geen meter. We hebben een van der. Ik denk dat dat zo'n even in de beatbox termen. Oh, how to assemble. Nou, dit blaadje hier zo. Dit kleine blaadje. Dit minuscule blaadje. Gaat mij vertellen hoe ik dit ding in elkaar moet zetten. Het komt uit Duitsland. Uit Bremen. Oké, okay, duidelijk. Dus als ik even wil klagen, dan doe ik het daar. Dit zijn denk ik een stukje om dit aan elkaar te doen. Dit is ook plastic. Dit is ook plastic. Dit is ook plastic. Maar is alles plastic. Dit is een soort van plastic. Oh, dat klinkt echt als een drumstel. Nou, dat klinkt ook als een drumstel. Oké. Echt onwijs veel plastic. Maar zit. Ah, nee. Is er nog een beetje? Is er nog wat extra's in? Oké. Dit hier op tafel is het hele drumpakketje. Nou, laten we het maar gewoon in elkaar zetten. Was ik bijna zover, vliegt dat hele fucking ding gewoon uit elkaar. Nou, let's try again. Oké, het is ons gelukt. Tenminste, het is mij gelukt. Want jullie hebben geen fuck gedaan, je hebt alleen maar gekeken. In ieder geval, het is echt rotzooi. Zodat je dat net zo zag, dat ding vloog opeens uit elkaar. Ik heb hem nu een soort van erop gezet en ik vind het prima zo. Deze hi-hat, of hoe het ook heet, die hoort eigenlijk hier in het midden te zitten. Waarschijnlijk gewoon wat ze overal hadden bij de schoot. Maar, ik zeg, laten we even gaan jammen. Woe! En 1, 2, 3, 4. Oké, dat klinkt wel redelijk, denk ik. Is het wel een soort van toonverschil in? Hoor je dat? Ja, dat hoor je. Dat ding klinkt voor geen meter. Oké, laten we even proberen een beat te maken. Ik probeer die stokjes gewoon een beetje als fucking, weet ik veel wat, vasthouden. Va
waarom heet Zwarte Piet en geen Witte Piet? Omdat wij geen slaven waren. Dat is de meest racistische grap ooit. Oké, okay, dus het is puur troep, het is plastic, maar ik heb het idee dat er meer, er moet meer mee kunnen. Iets van... Oké, okay, dames en heren, ik moet eerlijk zeggen, dit was de meest belachelijke, cheap-ass, door Bardo gestuurde dinsdagtip die ik ooit heb ontvangen. En ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik er helemaal geen reet aan vond. Het werkt helemaal niet, het is helemaal geen drumstel, het is echt gewoon, de kwaliteit is slecht, het in elkaar zijn gezet en zuigt. En dit is, ja, het is leuk om eventjes voor een video te gebruiken en eventjes in elkaar te zetten, vervolgens helemaal kapot te slaan. En nu ligt het overal op de grond. Ik raad het niet aan om te kopen. Het is wel een beetje grappig dat alle deze tips op Banjo-Town meestal niet echt iets zijn om aan te raden aan mensen. Maar goed, volgende keer ben ik weer of iemand anders met een nieuwe dinsdagtip. Wie weet of we het dan hebben. Wie weet of het heel blijft. Ik zal mijn geld zetten op niet heel blijven. En nou ja, jongens, bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter op deze video als je het een leuke video vond. En abonneer op Banjo-Town. Abonneer ook op mijn kanalen. Game is mooi man, dat is mooi man. Staan in de beschrijving of anders kan je gewoon de zoekmachine gebruiken. Laat nogmaals het groene duimpje achter als ik dat niet had gezegd. En tot de volgende keer maar weer. Ik ga het opruimen. Wat is?